En dan de ogen kijken of is dat pas met een dalen? Ik ga het gewoon stellen als het lukt. Ja, mocht je een beetje naar optrekken. Gewoon dat je al weet dat er ogen aanwezig zijn. Dat is niet gemakkelijk. Oké, ik durf niet. Moet je lopen. Dat is niet makkelijk. Er zijn nog wel in de matras. Gewoon aan die van maken. En dan... Ja, een hart- en longen luisteren of? Ja. Oké, okay. Nou ja, daar ligt ie. En wordt de lucht goed binnenkomen aan twee kanten? Ja, oké. Ja. Op dag 0 kun je in principe nog geen verhuizen. Ja, pas als die dingen. Ja. Dan doen ze de deurtjes nog open. Ja, dan doen ze de deurtjes nog open. Ja. En dan het enige wat je eventueel zou kunnen hebben als je toch echt een manifest verhuizen, dat is een Turkish speed insufficiëntie na reanimatie. Ja. Maar, we zien het van toe. Ja. Oké. Ja, de kleur moet je ook altijd even kijken. En is dat gewoon voor je zo vrij? Ja, als je gewoon kijkt, dan is het kindje mooi rood. Als je binnenkomt, is de kleur eigenlijk al goed. Oké. Oké. En zo voel op de naam moet zijn? Ja. Ik heb het voor eigenlijk ook al gehoord, dus je weet eigenlijk wel dat het goed is. Ja. Maar dan kun je eventueel bijvoorbeeld zeggen, als ze nu niet goed zijn, als ze slap zijn, dan kun je wel gemakkelijk aan de navelstreng voelen. Dat om te kijken, ja, dat ze ademen zien dan, en dan kunnen we snel voelen, ja, is het die kerk of niet? Ja, wacht dan. Ah ja, dan zie je het alweer, voelt dat dat allemaal aanwezig is. Wat voel je? Ja, zeker. Hoe zit het? Je voelt is een beetje, dat is een beetje een idee, hè, maar dat is geen een test te zien, hè. Dus ah, ik weet niet hoe het voelt. Het is geen hoogste bieskanaal. En hier klopt iets over in het bieskanaal. Die zakken nog, hè? Ja. De teelballetjes zitten iets te hoger. Is in het leaskanaal nog, maar die gaan nog spontaan uitzakken naar beneden. En dan kijken, ja. En dat is ook een normaal. Het is open, niet te ventraal. Ja, de femoraal is goed. Ja, femoraal is goed. Ja, beter met iets makkelijker ze met twee vingers voelen. Ja. Grotere gebieden dat ze dekt, hè. Ja. En dan juist al aan barrio. Eigenlijk als je dat aan de ene kant voelt, is het voldoende. Want ja, dan weet je eigenlijk waarom voelen ze. Om te zien of dat een afstand. Ja, dat is een kwartaat. Dus als je aan de ene kant doorging hebt, dan weet je dat dat aan de andere kant. Oké. Dan maar nu beschrijven, hè. Mijn vingers op de buurt. Ja. Zo. Hier. Ja. En dan je vingers hier op dan het, dan, ja. En dan twee keer en dan abduceren. Dat is niet te gemakkelijk, zeker niet als je straat. Maar je voelt niet echt een klik, hè? Je voelt niet klik en dan is het Oké, dat wel. Zullen we een keer afmaken?